staan hier bij de eerste vleermuistoren. Die gebouwd is te Vorselaar, langs de Kleine Neten. Vleermuistoren is een initiatief dat we gedaan hebben om te kijken van op welke manier vleermuizen nieuwgebouwde objecten in beslag kunnen nemen. Voor zo'n vleermuistoren te bouwen is geen sinecure, het is een enorme constructie. Het is hier gebeurd in samenwerking met regionaal landschap, Natuurpunt en dan COECO, een school in Geel, die ons daar heel sterk bij geholpen heeft. Belangrijk hierbij is, als we gaan kijken, is dat we eerst een goede fundering aanbrengen, waarin we vier houders aanbrengen, zoals u hier kan zien, waar dan het gebinten is aangebracht. En dan op iets meer dan 4 meter hoogte is een constructie aangebracht waar de vleermuizen kunnen specifiek in huizen. We hebben daar 3 soorten in aangebracht. Het eerste deel is een soort van een spouwmuur gelijk in een woning, waar dat vleermuizen tegen de zijkant kunnen aanvliegen en gewoon dan binnenkruipen. Dan hebben we een ruimte binnenin met allemaal lamellen waar de vleermuizen ook gaan tegenaan vliegen en naar binnen kruipen en tussen die lamellen gaan kruipen. Een soort van een grote vleermuiskast. En dan boven is er nog het dakje met een leistenen dak erboven waar de vleermuizen gelijk op een zolder aanwezig kunnen zijn. De drie plaatsen staan met elkaar in verbinding. Wat maakt dus dat afhankelijk van de soorten zijn er 2 openingen langs waar dat ze naar binnen kunnen. En vandaar kunnen ze dan zelf gaan kiezen van willen we daar dit soort ruimte. Bijvoorbeeld dwergvleermuizen gaan eerder een voorkeur hebben naar spouwmuur. Waarbij dat grootoren eerder naar een dak gaan kijken. En we hopen bijvoorbeeld watervleermuizen dat die eerder tussen de lamellen gaan kruipen. Hier zien we dus de invliegopeningen. Dus dat zijn 2 plankjes die naar beneden gaan. Daar zijn een aantal lamellen in aangebracht. De vleermuizen vliegen tegen die planken aan en kruipen dan naar boven via die spleet naar binnen in het geheel. Als je de 2 planken gaat vergelijken, de achterste en de voorste, zie je dus de achterste dat er geen zwarte vegen op zijn. Vooraan hier, aan deze, zien we dat dat wel is. Momenteel zitten er al dwergvleermuizen in. En dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat dus het gebruik van deze toren dus wel toont dat het succes heeft. Daarbuiten is het ook zo dat we onderaan het geheel kunnen openmaken. Dus op het moment dat er mochten er te veel vleermuizen of te veel mestophoping zijn of andere problemen, dan kunnen we deze planken onderaan openmaken om het geheel te reinigen.